De Telecommunicatieautoriteit Suriname, de TAS, heeft vandaag in samenwerking met de ICT-associatie een activiteitendag gehouden voor bijkans 140 vrouwelijke leerlingen van de LBO Tata Colin en de MULO-school Totnes van Coroni. Dit in verband met de viering van Girls in ICT Day 2017. Deze dag wordt elk jaar op de vierde donderdag van april herdacht. Maar is dit jaar vanwege de paasvakantie in Suriname op donderdag 4 mei vandaag dus gevierd. In het ICT-centrum Coroni hebben de leerlingen geleerd teksten te schrijven over het district die vervolgens gedigitaliseerd en geplaatst zijn op Google Maps. De dag is afgesloten met motivational speeches van enkele bekende Surinaamse vrouwelijke ICT-rolmodellen. Het telecommunicatiebedrijf Suriname, Telesuur, gaf de twee scholen ook een dvd-speler speciaal voor het ICT-onderwijs. Wendy Yapayou, directeur van de TAS, gaf aan dat ICT haar de mogelijkheden heeft geboden zichzelf verder te ontwikkelen. Ik ben 32 en nu 2,5 jaar directeur bij de TAS. Dus ik ben met 30-jarige leeftijd begonnen. Maar dat komt niet omdat ik heb gezeten en niks heb gedaan. Ik heb keihard gestudeerd. Ik heb ook keihard moeten werken om te studeren, want het is niet gratis. Maar ik heb ook de mogelijkheid die ik had, waaronder ICT, gebruikt om door te studeren. Want op een gegeven moment had ik mijn bachelor degree, maar ik wilde verder. Maar ik had het geld niet om het te betalen. Mijn ouders hadden het geld ook niet om het te betalen. En daarvoor heb je nu internet. Want je kan van alles erop vinden. En je kan ook mogelijkheid vinden om je studie door te betalen. Of om beurs te krijgen. Volgens Safira Aghart, voorzitter van de organisatie van Girls in ICT, is het aantal dames in de sector in de afgelopen jaren steeds meer gegroeid. Dat was vroeger niet het geval. Dat is ook de reden dat in principe door de ITU deze dag is uitgeroepen. Om voornamelijk de dames een beetje een push te geven, te stimuleren om meer te gaan doen met de ICT-sector. En we zien dat ook in Suriname er ontwikkeling komt op dat gebied. Want als je momenteel om je heen kijkt, zie je heel veel vrouwen in de ICT-sector op elk gebied. Het blijft een uitdaging, maar als je het aan mij vraagt, doen ze het zelfs beter dan die mannen. Ik vind het gewoon leuk om te zien dat jonge meisjes hierin gestimuleerd worden. En ze doen het gewoon geweldig. Ja. Tot slot, is er om een bepaalde reden specifiek gekozen voor corona? Ja, de reden waarom. We hebben het de voorgaande jaren in Paramaribo gehouden. En we dachten van het jaar van, hey, we gaan even buiten Paramaribo. Want het is ook de bedoeling dat dit is eigenlijk een programma die eigenlijk een kick-off is. We willen het hierbij laten, maar na deze dag willen we ook in Coroni en met name hier. Want Coroni heeft een ICT-centrum, hier namelijk, maar er wordt niet echt gebruik van gemaakt. En ik weet zeker dat het na vandaag anders zal zijn. Dus ook voor de ICT-associatie en die andere sponsoren, dat mensen trainingen kunnen verzorgen hier. Ik heb het ook gemerkt aan de enthousiasme van de dames. Ze willen het, maar er is in principe niemand. Dus mensen moeten ook gaan investeren in de districten. Het is echt een heel mooi district en ze verdienen het gewoon, want het zijn onze meisjes. Safira Aghart, voorzitter van de organisatie Girls in ICT. De TAS heeft vandaag in samenwerking met de ICT-associatie voor bijkans 140 vrouwelijke leerlingen van de LBO Tata Colin en de MULO-school Totnes van Coroni een ICT-activiteitendag gehouden.